donderdagavond, het ideale moment voor een leuk spel. Ik mag meedoen, jullie mogen natuurlijk meedoen en onze Catnet Studio ook, want die heeft het spel bedacht. Kijk, de Catnet Studio die heeft het beeld en de klank van twee verschillende Catnet-programma's helemaal door elkaar gemixt. En nu moeten wij raden over welke twee Catnet-programma's het gaat. Oké, een beetje oefenen. Zet jullie een beetje dichter bij jullie televisie, dan kunnen jullie het goed zien, want dit... Wacht hoor, ik zie een boom. Dat is natuurlijk van King Size Life. En de muziek, wacht hoor. Het is een liedje. Wacht, King Size Life, dat weet ik zeker. Het is natuurlijk mijn eigen programma. En het andere, maybe... Oké. Nog eentje om het af te leren. Kan al zo, dat weet ik zeker. Ken dat musical? Een bakker? En kan al zo, ken dat musical? Goed? Voor de allerlaatste audities in Get That Musical, maar eerst nog tijd voor een lekker hapje in oude taart. Entree, maar pas op voor de laatste tree, want die zit een beetje los. Kom er maar in. Allee, entree. En ook natuurlijk entree aan mijn vrienden thuis. Ja, wat doe ik hier vandaag met de megafoon? Wel, het ziet er een beetje uit dat het extreem oude taarten zijn. En ik vrees dat ze mij anders niet meer zo goed kunnen horen. Lydia, Geert, jullie zijn al een beetje doof, hè? Nee. We horen je. Nee, dat valt mee. Ja. U hoort nog redelijk goed. Oké. Maar vandaag gaan we in deze quiz toch even onderzoeken wie van jullie al een beetje het meeste versleten is. Hè? Want de grootouder die vandaag aan het kortste eind trekt, belandt natuurlijk met zijn dernière en zijn poepen. Het winnende duo hier stapt naar buiten met in een jaar gratis patisserie voor free. Dus dat is wel heel leuk. Oké. Met wie spelen wij vandaag? Met Bo en Lydia. Bo, ja? Hoe komen jullie hier terecht? Misschien is het ook wel grappig om mijn oma de taart in zien te gaan. Dat zou je wel leuk vinden. Zijn jullie een sterk duo, denk je? Dat weet ik niet. Dat weet jij niet? Dat hangt er eigenlijk vanaf welke vragen het zijn. Aha, en hebben jullie geoefend op sommige vragen? Niet bepaald. Niet bepaald. Je gaat gewoon zien hoe het komt. Ja. We gaan zien of dat genoeg is, want jullie spelen tegen twee andere sterke kandidaten. Febe en Geert, bienvenue. Febe, is jouw opa een toffe peer? Ja. Ja? Hoe lang kennen jullie elkaar al? Van mijn geboorte. Van jouw geboorte? En hoe lang is dat dan? 10 jaar. 10 jaar kennen jullie elkaar. Jullie kennen elkaar heel goed. Ja. Zijn er soms dingen die jullie zo wat samen doen? Ja, als ik blijf slapen, gaan we soms naar een bos of zo. Of naar een speelplein of naar de zee. Naar de zee, amai, ja. De sfeer zit hier dus zeer erg goed. We gaan eens zien wat er gebeurt allemaal in de eerste ronde. Tijd om wat oude koeien uit de gracht te halen, want in de eerste ronde leren jullie elkaar echt een beetje beter kennen.
Jullie krijgen 30 seconden lang weetjes te horen over elkaar. Sommige van die weetjes zijn waar en andere van die weetjes zijn... Gebakken lucht. Gebakken lucht, dat klopt. Weet jij of een weetje correctement of fout is, dan verdien je een bloemzak. En die bloemzakken zijn natuurlijk bijzonder belangrijk in het finale spel, want zij zorgen ervoor of je oma of opa wel of niet met de poepen in de ding belandt. Oké. De eerste ronde. Ik begin hier bij Lydia en Bo. Start de tijd. Oma Lydia danste vroeger als achtergronddanseres en is zo op de televisie geweest. Gebakken lucht. Nee, dat is wel waar. Bo heeft ooit termiet voorgeschoteld gekregen, maar wou dat niet opeten. Waar? Dat is waar. De man van oma Lydia noemt haar mijn spook als koosnaampje. Gebakken lucht. Dat is wel waar. Bo, haar lievelingspersonage uit Harry Potter is Harry zelf. Gebakken lucht. Dat is waar. Gebakken lucht, inderdaad. Over oma Lydia werd vroeger gezegd dat zij een halve jongen was. Dat gebakken lucht. Nee, dat is wel waar. Lydia, hoe komt dat je een halve jongen was? Ja, ik was de jongste van drie meisjes. En mijn ouders hadden graag een jongen gehad. En had ik een beetje manieren van een jongen. En Bo, termiet? Termiet? Wat is dat, een termiet? Dat is een soort insect. Ja. Allee, in Afrika en soms Azië vind je dat ook. En die bouwen ze van die hele grote hopen waar dat ze met duizenden in leven. En je moest dat eten? Ja, maar ik heb het niet opgegeten. Je hebt het niet opgegeten? Was het misschien een beetje taai? Ik heb het gewoon niet opgegeten. Zou jij het daar niet opeten? Ik weet het niet. Ik heb het nog nooit voorgeschoteld gekregen. Oké. Jullie hebben relatief goed gespeeld. We gaan eens kijken hoe de tegenpartij dat ervan afbrengt. Febe en Geert, zijn jullie er klaar voor? Ja. Want hier komen jullie vragen. Oké. Febe, ik start bij jou. Start de klok. Opa Geert, zijn totemnaam in de scouts was grappig schaap. Gebakken lucht. Nee, dat is wel waar. Febe heeft een zang- en rapgroepje met vriendinnetjes uit de klas. Ja. Dat klopt inderdaad. Opa Geert was een van de eerste afgestudeerde binnenhuisarchitecten op Sint-Lucas. Waar? Dat klopt inderdaad. Febe schaamt zich als haar mama zingt, want ze zingt vals. Gebakken lucht. Nee, dat is wel waar. Opa Geert heeft nooit achter het fornuis gestaan. Gebakken lucht. Dat is gebakken lucht. Febe wil graag later schrijfster worden. Dat is waar. Dat klopt inderdaad ook. Dat is goed gespeeld. Geert, jij bent een grappig schaap. Ja, inderdaad. Wat een bizarre naam dat je daar krijgt. Ja. Dat dit zet. Wel, de leiding van de scouts toen der tijd bij de totemuitspraken vond dat ik altijd grappig was. En doordat ik veel krulhaar had, hebben ze daar een schaap bijgevoegd. Tot mijn grote spijt, want ik vond dat niet zo leuk, dat schaap. Dat was een beetje een spotnaam, ook het schaap. Ja, een stukje wel. Ja. Ja, maar een grappig schaap. Ja, dat wel... compenseerde een beetje het andere. Ja, voilà. En Febe, jij hebt een muziekgroepje? Ja, maar dat is alleen gewoon, dat is zonder begeleiding. Of dat is gewoon een groepje met onder vriendinnen. Zonder begeleiding, a cappella dus? Ja. En een beetje rappen ook? Soms. Kan jij eens voor ons een stukje rappen? Maar ik kan niet rappen. Jawel. Nee. Of een tekst vanuit een liedje. Nee. Oké, we gaan eens kijken naar de tussenstand. Bo en Lydia hebben 2 bloemzakken en 4 voor Febe en Geert. Maar alles kan nog gebeuren in de volgende ronde. Wat ruik ik hier? De geur der geuren, die van het vers gebakken prentenbrood. De tijd om 3 prenten uit de oven te halen. Als jullie raden wat of wie er op die prenten staat, verdienen jullie 1 bloemzak per prent. Vinden jullie op het einde het verband tussen die 3 prenten, dan komt er nog een extra bloemzak bij op de weegschaal. Goed opletten dus. Oké, we kijken naar het eerste prentenbrood en de vraag is hier, wie is dit? Wie is dit? Goed kijken. Wie is dit? Als je weet, afdrukken. Hoppa, er is gedrukt. Febe, jij... Bart de Wever. Bart Wever. We gaan eens verder kijken of dat goed is. Ja, dat is inderdaad geen twijfel over mogelijk, Febe. Het is Bart de Wever. Zeer goed. 1 bloemzak. Oké. De tweede print, daarbij is de vraag, waar is die genomen, die foto? Oké, we gaan eens kijken. Waar is die? Hoppakee, en er is afgedrukt. Paradijs, hè?
Paradijs, en wat is Paradijs? Dat is een dierentuin. Dat is een dierentuin. Ja. We gaan eens kijken of dat klopt. Wat zien wij hier in dierentuin of de zoo? Ja, dat is zeer, zeer goed. Oké, het derde prentenbrood. Daarbij is de vraag, welke rivier is dit? Welke rivier is dit? Snel, snel aandrukken. Oké, Geert heeft afgedrukt. De Schelde. Is dat de Schelde? We gaan eens kijken. Dat is zeker de Schelde. Oké, Bo, wij hebben hier dus Bart de Wever, de Zoo en de Schelde. En wij zoeken hier een stad. Wat zoeken wij hier? Wie heeft eerst afgedrukt? Geert? Antwerpen. Dat is inderdaad correct. Dat is Antwerpen. Waarom is dat Antwerpen, Geert? Bart de Wever is burgemeester, de Zoo is in Antwerpen en de Schelde stroomt dat door is Antwerpen. Zo correct als een bus. En we gaan eens kijken wat dat betekent voor de tussenstand. Wij hebben 3 voor Bo en Lydia bloemzakken en 7 bloemzakken voor Febe en Geert. Die staan voorlopig aan de leiding, maar alles kan nog gebeuren in de volgende ronde. Petite enfants, ik hoop dat jullie graag wel worden, want jullie gaan in een eerlijke ronde spelen. In de kom voor jullie zitten letters verstopt. In de kom water zitten de klinkers, in de kom bloem zitten de medeklinkers. En nee, jullie mogen de handen niet gebruiken om die letters te zoeken. Foei. Het is aan de grootouders om met deze letters zo een lang mogelijk woord te puzzelen voor 3 bloemzakken. Dus veel te winnen, veel te verliezen in deze ronde. Zijn jullie klaar? Ja. Oké, ik tel af. 3, 2, 1. Commencez! Allee, en het is vertrokken. 1 minuut lang zoeken, zoeken, zoeken met die mond naar die letters. Hoppakee. En die letters vliegen hier eruit. En ze hebben klinkers nodig, ze hebben medeklinkers nodig, ze hebben bananen nodig. En de tijd die tikt maar weg, en de tijd die tikt maar weg. En we zijn ongeveer nu... Oh, er zijn al 20 seconden gepasseerd. 1/3 van de tijd is geliquideerd. Afan. Okay. Ja, ze kucht de bloem in het rond. Hup. Het is een goeie wedstrijd hier. Er wordt gespuwd, er wordt ge... Hoppakee. En de volgende 20 seconden zijn ook gepasseerd. Dat wil zeggen nog 20 seconden. Er moet een woord staan op het einde. Jullie hebben nog 15 seconden om een woord te puzzelen. Dus op het einde moet er het woord staan. 10 seconden. Het woord moet er staan, hè. Ik tel af. 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1 en de handen moeten weg van het bord. Hoppakee, hoppakee, hoppakee. Iedereen is weg van het bord. Ik heb hier aan mijn rechterkant Kasje, dat lees ik goed. En aan mijn linkerkant Le. Is Kasje een woord dat correct is? Dat gaat de jury nu opzoeken. En dat is correct, inderdaad. Het woord Kasje bestaat. Proficiat, jullie verdienen 3 bloemzakken. Wat betekent dat voor de tussenstand? Dat betekent voor Bo en Lydia is dat 6 bloemzakken en nog steeds aan de leiding Geert en Febe met 7 bloemzakken. We gaan zien wat er gebeurt in de volgende ronde. Ah. In deze ronde zitten de duo's in de ijs- en in de bezemkast. Ik geef hen zo meteen een onderwerp waar ze 3 meer keuzevragen over krijgen. 3 vragen over een onderwerp, iets wat difficiel voor de kinderen. En alleen zij mogen antwoorden op die vragen. Maar daarom krijgen eerst de oma en de opa 1 minuut de tijd om alle kennis die zij weten over dat onderwerp door te geven aan die kleine kinderen. Oké, zijn jullie klaar? Ja. Kunnen jullie mij goed horen? Ja. Het onderwerp voor vandaag is The Sound of Music. Sound of Music is een musical die zich afspeelt in Amerika. Nee, het speelt hem af in de bergen in Oostenrijk. Ja, die alle jaren met Kerstmis ergens op de tv komt. Julie Andrews, dat is de hoofdrolspeelster. Sound of Music. Welke muziek? Muziek, is dat techno, is dat house? En dat is daar een gouvernante die een gezin van een rijke meneer, waar dat er 11, 12, 13 kinderen zijn, moet in bedwang houden. Familie von Trapp, dat is een... Oh ja, daar is ook een film van. Ah, wel, ja, en dat is dus die generaal met 6 of 7 kinderen. When the dog bites. Ah,
When the bee sticks, ah! When your feelings set. Door een dier, een dier, ja, dus daarover gaat het. Gekend de film? Ja. Nee, wel, maar daar trouwen. En uiteindelijk wordt het ingezet. Oké, okay. Stop uit de kast. Lydia, Gert uit de kast. De kleine kinderen mogen met de bordjes komen staan. En die grootouders mogen een beetje afstand nemen. Want die zouden misschien net op het laatste moment nog iets durven verklappen. En dat mag niet. Foei. Oké, okay. Bo. Weet jij iets meer over The Sound of Music? Ja. Wist de oma veel? Ja. Febe, weet jij wat meer? Ja. Wist de opa ook veel? Ja. Ah, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. We starten met vraag 1 voor 1 bloemzak. Oké. Okay. The Sound of Music is een legendarische film uit de jaren 60. Hoe heet de zingende familie die centraal staat in die film? Is dat A, de Von Trapp-familie, B, Zonnekind of C, Detweiler? Familie. Dus Von Trapp, Zonnekind of Detweiler. Ik moet bordjes zien, ik moet bordjes zien, ik moet bordjes zien. Ik heb hier A. Ik heb hier A. Is dat inderdaad het goede antwoord? Jawel, zeker. Zeer goed gespeeld, alle twee. Alle twee in bloemzak verdient zeer goed. Oké. Okay. De tweede vraag is voor twee bloemzakken. Goed luisteren. De film speelt zich af in een prachtige omgeving. Uit welk bergachtig land komt de familie Von Trapp? Is dat A, uit Zwitserland, B, uit Oostenrijk of C, uit Duitsland? A, Zwitserland, B, Oostenrijk, C, Duitsland. Uit welke... Waar komen zij? Ik moet bordjes zien, ik moet bordjes zien. Ik heb C voor Bo. Ik heb B voor Febe. Het is inderdaad B, Oostenrijk. Zeer goed gespeeld. Twee bloemzakken in jouw kamp. Maar de laatste vraag is voor drie bloemzakken, maar daarvoor gaan we eerst naar een klein fragmentje kijken. Doe, a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun. Hier zagen we natuurlijk een fragment van de mooie, mooie kinderoppas Maria, die zingt voor de Von Trapp kinderen. Maar weten jullie ook welke beroemde actrice de hoofdrol van de kinderoppas Maria speelt in The Sound of Music? Hoe heet zij? Is dat A, Maggie Smith, B, Julie Andrews of C, Judy Dench? Maggie Smith, B, Julie Andrews, C, Judy Dench. Oh, ik moet bordjes zien, ik moet bordjes zien, ik moet bordjes zien. Ik heb hier A. Ik heb hier A. Jullie denken alle twee Maggie Smith. We gaan eens kijken. Ai, dat is niet het goede antwoord. Dat was de mooie, lieftallige, prachtige vrouw, Judy Andrews. Oh, 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 oh. Daarmee zou ik graag eens op een berg staan in Oostenrijk. Oké. Okay. Okay. Wat betekent dat voor de tussenstand? De grootouders mogen er even bij komen. Wij hebben 7 bloemzakken voor Lydia en Bo en 10 voor Febe en Geert. Dat is een klein verschil, maar toch... Lydia, Lydia, Lydia. Angst? Nee. Nou ja, je het ziet er naar uit dat je straks verdwijnt in die kom. Ja, dan hebben we dat voorover. En is Bo content? En is Bo content? Ah, je vindt het allemaal prima, maar volgens mij word jij ook een hele lekkere oude taart. We gaan zien wat er gebeurt in de finale ronde. In de grand finale proberen de teams zoveel mogelijk bloemzakken van elkaar weg te spelen. Dat doen onze grootouders door de kleine vrienden goed in te schatten. Lydia en Geert krijgen het thema van de vraag en kunnen beslissen 1, 2 of 3 bloemzakken in te zetten. Als de patheken de vraag juist hebben beantwoord, dan gaan die bloemzakken weg chez les autres. Maar bij een fout antwoord verdwijnen zij van de eigen weegschaal. Oei, 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 oei. Wie wandelt hier straks naar buiten met 1 jaar patisserie for free en wie als oude taart? We gaan het zien in de finale ronde. Oké, okay. Ik kijk even naar het scorebord. Ik zie, Bo, je hebt 7 bloemzakken en 10 voor Febe. Dat betekent, Bo, dat ik begin met jou. Ben jij zenuwachtig? Een beetje. Een heel klein beetje. Oké. Okay. Start de tijd. Televisie is het eerste thema. Hoeveel bloemzakken? 1 punt. 1 bloemzak. Wie won het eerste seizoen van Wouters versus Waas? Wat is Wouters versus Waas? Dat is een televisieprogramma. Ah, dat is buiten de tijd. Dat is stom, Waas. De bloemzak verdwijnt bij jou. Kinderboeken is het volgende thema. 2 zakken.
Twee zakken. Hoe heten de bekende zusjes waar Marc de Bel over schreef? Sien, Stien en Lien. Ai, dat is Sien, Fien en Lien. Helaas, ze verdwijnen bij jou. Oh. Belgische sporters is het volgende thema. Eén punt. Ja, welke Belgische wielrenner is dit jaar papa geworden van de tweeling Jacqueline en Valentin? Bekende wielrenner. Tom Boon? Ja, dat klopt. Dat betekent dat de broekzakken verdwijnen bij jou. Taalraadsel is het volgende thema. Ik heb het niet begrepen. Taalraadsel. Eén bloemzak. Welk woord verwijst zowel naar een koning als vriestemperatuur? Welk woord? Keizer? Ah, vorst is het juiste antwoord. Klassieke muziek is het volgende thema. Eén zak. Hoe heet de man of vrouw die voor het orkest staat en het ritme aangeeft? Een dirigent. Dat klopt. Dat betekent dat de bloemzak hier verdwijnt. Pretparken is het volgende thema. Drie zakken. In welk pretpark in Ieper kun je niet alleen op de boemerang, maar ook leeuwen gaan kijken? Bellewaerde. Oké, dat is stop de tijd. Dat betekent dat die drie bloemzakken verdwijnen bij Bo en dat betekent tevens dat zij op drie bloemzakken komt. Dus bij een volgende vraag die gespeeld wordt voor drie bloemzakken of als er een joker wordt ingezet door de grootouders, want dan spelen zij ook voor drie bloemzakken en dat antwoord is foutief, zou dat wel eens de laatste vraag kunnen zijn. Maar we gaan het zien wat er gebeurt. Spannend, Bo. Spannender dan in het begin? Ja? Oké. 3, 2, 1, start de tijd. Zeg het met een bloem, is de volgende thema. Drie. Welk liefje heeft meestal witte blaadjes en een geel hart? Een madeliefje. Dat klopt, dat betekent dat er die bloemzakken verdwijnen bij jou. Superhelden is het volgende thema. Superhelden, hoeveel? Twee bloemzakken. Welke superheld is eigenlijk afkomstig van Krypton en is in het dagelijks leven journalist? Nee, dat is niet waar. Dat betekent dat wij weten wie er gewonnen heeft. Yes, dat betekent dat Bo gewonnen heeft op de valreep, alsnog onderuit geflikkerd. En dat betekent ook, Femme, dat jij mag gaan afscheid nemen van je opa. Ga maar even afscheid nemen. Ai. Superman heeft jou de das omgedaan en de bloemzakken gaan van de weegschaal. En daar gaat de opa. Daar gaat hij, opa. Oh, en hij gaat. Oh, hij gaat in de dek. En Bo, jij wint natuurlijk in een jaar gratis taart. Inderdaad, meisje. Proficiat, ben jij blij? Ja. Eet jij graag taart? Sommige. Welke taart eet jij graag? Mijn lievelingstaarten zijn flan en vlaai. Ga jij een beetje meer roeren? Oké. Ja. Jij wordt vast een heerlijke taart. Febe, waar ging het verkeerd? Bij Superman. Wat vond jij een moeilijke ronde? Deze, de finale. De laatste ronde, vind je het heel erg? Ook een beetje leuk. Denk je dat je opa een lekkere taart wordt? Ja, als lachtaart. Als een lachtaart. Jullie ook thuis, bedankt om te kijken. Vergeet niet te spelen op ketnet.be. En tot in volgende taart. Tot in volgende oude taart, want die vind ik heus wel opnieuw. Adieu, au revoir. Goed roeren, salut. Goed roeren. Afgelopen week konden jullie zien hoe Koen, Gio en Lara overspoeld werden door talentvolle ketnetters met coole dansen.